Ik heb een hele bijzondere gast dit keer, namelijk Leon van der Zanden. Hij stond 20 jaar op het podium en maakte maar liefst 9 soloprogramma's. En daarom tril ik ook nog en mijn hart bonst ook enorm. Ja, ik heb zo met me te doen. Officieel is hij gestopt als cabaretier, maar hij stond in april 2020 nog wel gewoon in een lijstje van het Eindhovens Dagblad van de 10 meest invloedrijke Brabantse cabaretiers. Aan het einde van deze podcast kijk ik samen met Leon naar zijn meest pijnlijke optreden ooit. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Leon van der Zanden. Wat ben ik een eikel? Dit is me nog geen één keer gebeurd. Je hebt hem niet aangezet. Nee, ik had hem niet aangezet. Maar gelukkig hebben we echt maar 3 minuten verloren. Ik heb hem. Ik dacht, alles gaat mis. Waarom staat er nog 0.0 op de recorder? Dat is heel raar. Oké. Okay. Dus oké. Ja, het gaat allemaal mis. Maar goed. Goed begin. Wederom, welkom Leon van der Zanden. Nee, dankjewel. We mogen nog steeds geen hand geven. Nee, nee. We nemen op terwijl dit nu midden in de corona-epidemie is. En we zitten ook nog eens in Eindhoven. In het epicentrum. Is dit de allerlaatste podcast? Maar het feit, als je deze uitleg nodig hebt om te begrijpen waar we het over hebben, dan hebben we het allemaal overleefd. Ja. En dan zijn we er nog. Maar we zitten hier om te praten over allerlei pijnlijke herinneringen uit je carrière, al dan niet op of naast het podium. Ja. En we hadden het er net al even over dat hij genoemd is naar Elektra. Ja. Jij dacht aan Griekse mythologie, dat is vast een godin van pijnlijke herinneringen. Maar het bleek gewoon het jongerencentrum in Sliedrecht te zijn. Ja. En toen zei jij, of was dat die plek in Roelof Arendsveen? Ja. Die al dan niet Splots heet. Ja. En als je nu luistert en je weet of Splots vroeger een andere naam heeft. Ja. En wat die andere naam was, dan zoek even Elektra Podcast op Instagram of Twitter. En laat achter wat dan die naam was. Ik ben wij benieuwd. Weten het niet. Nee. En jij vertelde, jij deed in die tijd werk voor MTV. Het presenteerde het programma Pimp My Room. Ja. Die volgde jou een dag uit je leven. En dat moest de meest pijnlijke dag zijn op dat moment. En dat eindigde met een optreden in Roelof Arendsveen. Was dat optreden in scène gezet? Of was dat ook echt toeval? Nee, dat was in scène gezet. Ja. Zo kun je ook een podcast doen. Dat we eerst zonder op te nemen praten. En dan jij dan samen 5 minuten samen. Veel sneller klaar. Maar dat optreden in Roelof Arendsveen, hadden jullie in scène gezet. Ik neem aan, gebaseerd op ervaring. Een waar gebeurd verhaal. Ja, daar waar gebeurde verhaal. Want volgens mij waren dat 3 of 4 keer gespeeld. Dat was de tijd dat de Comedy Explosion naast de Comedy Train het enige rondreizende gezelschap was. Comedy Train speelde toen ook wel eens op plekken. Maar wij kregen alle leftovers. Dus Comedy Train kreeg toen al wel de betere plekken. En wij kregen dus Roelof Arendsveen en Schubbekutteveen. Ik weet niet allemaal wat voor plekken. En ja, moeilijk. Gewoon, de stand-up comedy was toen nog niet bekend. Cabaret was een beetje bekend. Dus daar kwamen mensen dan op af. Maar ja, jongerencentra met een veel te hoog podium, dat is niet te doen. En wat maakt een hoog podium geen contact? Ja, geen contact. Mensen zitten veel te laag. Ze kijken echt naar je op. Nou, los van fysieke ongemakkelijkheden, van je moet het zo zitten met je hoofd omhoog dus. Is het ook, het is helemaal geen goede verhouding om te communiceren met mensen. Dus dat was gewoon moeilijk. En wij waren ook beginnend, hè, wat ik zei toen, Gabriel, Wilco, ik, Jasper Valstar. En ze hadden nog een klein clubje die allemaal, ik denk dat Wilco toen het langste bezig was. Ja, wij waren ook nog aan het ontdekken, hoe werkt dit hele vak? Hoe moet dit? En dan hebben we het over begin jaren 2000, denk ik. Ja, 99, 2000, die hoek, ja. Ja. Nog voor 9/11, volgens mij. Kijk aan, dan zijn we echt ver terug. En in welke zin maakt het moeilijk? We zijn geen contact met het publiek. Ja, geen goede verwachtingsmanagement. Dus zij wisten niet zo goed waar ze nou een kaartje verkochten. En wij wisten ook niet zo goed wie er nou in de zaal kwamen te zitten. Dus dat was van twee kanten was het een soort verrassing. Maar ik denk dat het hoge podium en de sfeer ook een hoog plafond. Dat is ook killing voor comedy, dat weet je ook. Hè? Heel hoog plafond, dus de lach verdwijnt, vervliegt ook. Ja. Je krijgt geen intimiteit, je krijgt geen samenpakking. Letterlijk en figuurlijk. Als je een beetje op elkaar gedrukt wordt, dat bevordert de communicatie en de lach enzovoort. Want voor lach is spanning nodig. En hier was de spanning is niet op te bouwen in zo'n situatie. Ja. Of moeilijk. Ja. En want in die periode, jij deed stand-up. Ja.
Met de Comedy Explosion, dus een gezelschap met het Comedy Theater in Amsterdam en shows op locatie. Ja. Maar je had toen ook al je solo shows. Ja, klopt. Hoe was dan het verschil om je solo shows te doen, wel in een theater met mensen gewoon dicht bij elkaar en die kijken de goede kant op en eigenlijk alle omstandigheden juist. Ja. En dan wel ook op andere avonden het land in te gaan en op plekken te komen waar dat allemaal niet zo is. Ja, nou, ik denk hetzelfde als voor jou nu, want jij hebt ook solo's, toch? Ja. Ja, want je zei net, dat was een hele goede grap trouwens. Misschien moet ik hem niet herhalen, maar die moet je zelf doen. Maar dan ken je het verschil tussen mensen die echt voor jou komen. Dat scheelt al heel erg. Hè? Ja. Die komen echt voor Wouter Monde, kopen een kaartje. We hebben iets gehoord, iets op YouTube gezien, bla bla bla. Omstandigheden beter, theater, fijn ontvangst. Soundchecken, bla bla bla. Nou, dat scheelt zoveel. Dan zitten alle stoplichten staan op groen voordat een auto kan gaan rijden. En bij zo'n splotservaring, zeg maar, dan staan er zeker 3 op rood, 2 op oranje en jij zelf misschien op groen. Voor de volledigheid, ik speel mijn avondvullende show in splots. Seizoen 21-22 in splots. En daar heb ik heel veel zin in, want ik heb vorige keer een hele leuke avond gehad. Oh, wat goed. Ja, zijn het podium verlaagd, denk ik. Ik denk, in ieder geval de drempel als jij dat speelt. Ja, en de kwaliteit ook. Precies. Dat verschil is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Ja. Toen was ik ook nog was ik aan het ontdekken, wat is het verschil tussen cabaret en stand-up comedy? En voor mij was er toen weinig verschil, want ik deed niet zo heel veel anders, als alleen korter, omdat je in een groepje was. Ja. Maar ik merkte wel van, ja goed, de interactie die ik altijd belangrijk heb gevonden, die ik oefende bij stand-up, die kon ik wel meteen weer meenemen in mijn cabaret. Ja. Dus het waren hele vruchtbare avonden. Ook naar elkaar kijken in de kleedkamer, over grappen hebben. Nou, dat werkt zo goed voor je materiaal. Dat was een beetje het verschil. Ja. Dat was je vraag. En weet je een show te herinneren, of uit die begintijd of later, waarin alle stoplichten niet op groen, maar gewoon dik op rood stonden. Ja, dat schiet. Maar je wel weet, ja, ik moet wel gewoon ergens heen. Dus ja. Ja, dat was ook een Comedy Explosion voorstelling. Of verzoek je naar een solo? Nee hoor, nee, je had me gewoon bij. Nou, die herinner ik me meteen. Dat was een van mijn eerste optredens voor een gezelschap. En het was een heel chic gezelschap. Dus mannen in penguin pakken. Ja, dus besloten gezelschap. Behoorlijk besloten. Ik weet dan niet meer waarvoor, maar een bedrijf, borrel. En 2 zalen, dus ze konden ook nog weg. En ik stond met Gabier, dus wij stonden met z'n tweetjes. Gabier eerst, ik als tweede. Moesten we 3 keer. Moesten we 3 keer op die avond dat setje doen, zodat mensen konden binnenwandelen. Nou, je hoort nu al 4 alarmbellen afgaan, weet je wel. Binnenwandelen, besloten. Ze komen niet voor ons. En ik had toen vrij veel materiaal over seks. En over negers, dat mag je nu al niet meer zeggen. Nou, ik vind altijd nog van wel. Maar toen was dat een soort spannend. Een bruine jongen die neger zegt. Ja. En bij neger, de eerste keer neger. Nou, je hoort al hoe ik het zeg. Dat is hartstikke Guus Meeuwis. Stonden ze voor mijn neus op. Gewoon een heel groepje van die mannen. Met dit soort gemompel. En demonstratief met hun vrouw erbij. Stap. Gewoon weg. Voor mijn neus. Nou, toen kon ik er helemaal nog niet goed mee omgaan. Daar grapjes over maken. Stonden er weer mensen op. Ja, volgens mij bleven we met 4 mensen achter. Ja, echt. En toen moesten we dus nog 2 keer. Dat was de afspraak. Oeh. Ja, dat was echt alle stoplicht op rood. Ja, dat was verschrikkelijk. Nu kijk ik terug en denk ik, veel van geleerd. Maar ja, zeker als jonge jongen. Ik denk dat ik toen 2 of 3 jaar speelde. Hoe ben je die 2e en 3e keer dan terug het podium opgegaan? Dat weet ik niet meer goed. Ik weet wel dat we Bob McLaren toen een beetje zo als coach op de achtergrond hadden. En die heeft mij toen, of misschien een half jaar later, de tip gegeven van forget it. Weet je wel, gewoon het niet over hebben. Deze moet je, die horen erbij. Ik speelde toen 5-6 keer per week. Dit is er eentje. Weg en door naar de volgende. Ja. Je bent zo goed als je laatste. Dus nou, daarna kwam er wel weer een goeie. Hou je daaraan vast. Ja. Dus die gaf echt de tip. Niet gaan analyseren en puzzelen. Part of the deal. Weet je. You lose some, you win some. Ja. Ja. Je zou achteraf zeg je veel van geleerd. Ja. Wat heb je ervan geleerd? Of ik denk doorzettingsvermogen. Gewoon toch gaan. Dit doet me meteen denken aan mijn vechtsporttijd. Ik heb 4 jaar Kyokushin karate gedaan. Ken je dat? Het zegt me helemaal niks. Nee, Kyokushin komt uit Japan.
en de filosofie achter Kyokushin. Kyokushin staat voor uiterste waarheid. Zij geloven dat je pas tot jouw eigen waarheden komt als je over je grenzen heen gaat. Dus elke training was ook, je gaat full contact, dus karate full contact, bare hands, mag op het hoofd. Dan elke training denk je van, oké, nou het zal wel meevallen, maar je gaat toch weer je grens over, je wordt toch geraakt of je slaat net iets te hard of wat dan ook. En dat hoort erbij, dat is de bedoeling. Dus de bedoeling dat je anders de dojo uitgaat is dat je erin gaat. Wat ik daar, de test die ik daar moest doen, om je eerste graad te halen, je blauwe slip was dat toen, is vechten tegen vier strijders, waarvan je weet, zij komen elke keer fris de ring in. Dus je hebt een plek in het midden. Na een half minuut gaat er een piepje en dan wisselen ze af. Dus komt er een nieuwe frisse, die heeft anderhalf minuut gewacht. Die komt weer vol erin, die gaat een half minuut beuken op jou. Piepje en dan komt een nieuwe. Dus je weet al, dit ga ik nooit winnen. Want zij pakken elke keer rust en komen terug. Want wat een heftig. Dat is een heel heftig verhaal. Maar dat was ook de test. Na een jaar mocht je die pas doen. Ik had hem wat eerder, maar dat was niet positief trouwens. En wat ik daar moet ik meteen aan denken. Want de filosofie is dus gewoon, jij weet dat je gaat verliezen. Het doel is om zo lang mogelijk toch te gaan, te blijven gaan. Het is gewoon om jezelf met de dood in de ogen te blijven strijden. Toen moest ik ook denken aan die ervaring. Want je weet gewoon, twee keer komen na deze eerste voorstelling. Er komen verse nieuwe strijders binnen. Precies, dit wordt weer de hel. Dit gaat niet beter worden, want zij gaan alleen maar meer drinken. En waarschijnlijk hebben ze die andere gasten gehoord van, nou, dat is Kurt, ontzettend Kurt daar. Dus die komen zo binnen. Toch gaan. Dat is misschien wel een hele diepe levensles van, jij snapt niet wat hier de benefit van is. Dat heb je niet door, dat voel je niet, dat zie je niet. Maar je moet toch door. Je moet opstaan en die dag weer aan. En je gaat waarschijnlijk ook weer met kutgevoel naar bed, weet je al. Maar die dag moeten we wel gaan doen. En dat is iets heel dieps wat je moet leren in het volwassen worden, denk ik. Zo, wat een lang verhaal. Ja, maar goed punt. Ja. Maar als je dit doortrekt naar comedy, denk je ook dat een comedian of een cabaretier, of hoe je het noemen wil, dus inderdaad gewoon de hele tijd dit soort uitersten op moet zoeken om beter te worden en om echt heel goed te worden? Ik denk niet opzoeken. Dan klopt het niet. Als jij zou zeggen, nou laat maar lekker daar spelen. En dan kan ik niet opzoeken, nee. Maar moet doorstaan of moet ervaren. Ja, voor mij is comedy gewoon, mensen komen voor wie jij bent. En wie jij bent wordt bepaald door wat jij hebt meegemaakt. Dus hoe meer jij meemaakt, hoe meer mensen aansluiting met jou gaan vinden. Want jouw hele referentiekader, het hele pakket wat jij als mens meeneemt, daar kunnen mensen op aanhaken. Ze voelen aan jou dat jij, als je het hebt over, het is kut in mijn leven, dat je ook echt wel weet dat wat kut is. Je bent geen jongen van 17 die nog nooit geen zalm heeft gehad voor ontbijt. En die dan begint over, het is kut in mijn leven, snap je? Het is zo belangrijk dat je doorleefd hebt wat je vertelt. Ja. Typisch beginnersmateriaal. Ik heb nog nooit zalm gehad voor mijn ontbijt. Dus bij een evenement stond de gozer de hele tijd neer te roepen. Wat een kutshow. Kom, gaan we zalm eten. Dus ja, ik denk dat dat nodig is. En weet je, anders dan deze keer, zijn er nog andere dingen die je weet herinneren dat je denkt, oh, maar wat ik nu weet in of gewoon mijn dagelijks leven of mijn werk als cabaretier of presentator, heb ik in die beginperiode of daarna misschien geleerd tijdens shows waarin het echt gewoon hardstukken was en ik geen bruine slip, maar gewoon een slip met bruine vlekken. Dat is ook een goeie. Volgens mij was die van Wilco. Van Gabriel of zo, toch? Toen had ik meteen de bruine. Nee, van Daniel. Dat is zo grappig met een comedian praten. Jij kent het vast wel. Volgens mij zei Daniel van, ik heb ook een tijdje karate gedaan. Ik vond het zo spannend. Ik had meteen de bruine slip. Zo zei hij. Ja, geweldig. Ja, heel veel. Heel veel van die ervaringen. Eerste keer in België spelen. Dat heb jij vast ook wel eens gespeeld? Ik speelde zeker vroeger regelmatig in België. Laatste tijd wat minder helaas. Maar ik vind het altijd erg leuk. Ik het toen niet. En waar speelde je, weet je dat? Ik had toen een toertje. Geregeld door Jacques Senf. Dat was een beginnerstoertje om kennis te maken. 13 voorstellingen in een theater. Net over de grens. Nee, ik kan de naam niet meer noemen. Ah, oké. Okay. Dit is een kijkersvraag. Dicht bij de Nederlandse grens. Dicht bij de Nederlandse grens. Maar dat was voor mijn solo. Dus het was wel echt niet in een line-up. Ja. Alleen, dat was een programma.
dat regelde Nederland en België. Dat dan Belgische theaters konden inschrijven op een buitenlandse voorstelling. Dat waren wij dan. En ze hadden voor mij Ronald Goedemond gehad. Die had de eerste tour gedaan. Okay. Nou, dat was een enorm succes. Die wilden ze terug, maar die kon niet. Dus kwam Leon. Je voelt hem, hè? Ja, en ik had echt een andere stijl. Ik had toen de show... We veranderen de stand 0-0 even in 0-2. Ja, precies. Ja, zeker qua verwachting. Weet je wel, gewoon mensen dachten van... Oh, we gaan Ronald humor krijgen en lekker absurdisch. Nou, bla bla, absurdistisch. En ik had toen, was mijn show Cola. En dat was het verhaal, de rode draad was het verhaal van het overlijden van mijn vader. Nou, dat is een andere cookie. Niet dat het Belgisch publiek daar niet op zat te wachten. Maar ik merkte gewoon het eerste uur... dat zij helemaal niet wisten waar ze naar zaten te kijken. Dat ze aan wat is die taal? Ik kan niet begrijpen. Wat doet hij nou? En ik merkte gewoon, het is geen lach. Gewoon geen lach. En dan is een uur heel lang. Dan is een uur heel lang. En toen kwam wel een half uur waarin ik weet niet zo goed hoe die voorstelling precies in elkaar zat, maar waarin ik wel voelde, want er zitten heel veel callbacks. Hè. Na een half uur komen dan dingen terug uit het eerste uur. Oh, ze hebben toch ergens begrepen. Want ze zijn op de juiste momenten stil of ze geven toch een reactie. Maar na de hand, ik liep de foyer en dat weet ik nog heel goed. Echt zo van, misschien is er helemaal niemand meer. Echt zo'n stofwolk nog. Of ze gaan boe roepen of ze gaan boos. Ik wist het echt niet. En toen kwamen wel een paar mensen op me af van Marale, schitterend en geraakt. Maar ik was nog steeds van, ik wist, ik kon dit niet plaatsen. Ik vond het zo moeilijk, zo raar. Want het was ander publiek. Ze zitten helemaal anders in de wedstrijd. Helemaal anders te luisteren, te kijken. Was dat bij elke show in Vlaanderen? Of? Ja, er waren wel wat meer reactie. Maar ik ging op een gegeven moment wel de vijfde of de zesde of zo wel met een beetje buikpijn. Goh, ja, want die show is natuurlijk... zeker Cola had ik heel veel gespeeld. 2 seizoenen en nog een half seizoen om te oefenen voor België. Die was helemaal afgestemd op Nederlands publiek. Dus er was veel reactie, veel lach, er gebeurde gewoon veel. En dat toen kwam opeens daar en dat was totaal anders. Totaal anders, ja. En was het dan alleen de verwachting of zaten er ook gewoon referenties of grappen of taaldingen in die gewoon niet overkwamen? Ja, 3 of 4, maar goed, dat wist ik. Ik was daar lekker door onze Bas Birker onder andere voor gewaarschuwd. Nog wat meer jongens. Ronald trouwens zelf ook. Dus ik wist al van, oké, ik moet wel even door de set heen en kijken wat is nou Nederlands. Maar dat was hem niet zozeer. Dat is gewoon, dat weten ze ook. Er komt een Hollander, dus dat zal wel anders zijn. Ja. Maar het had echt met... Ja, ik was gewoon afgestemd op Nederlands publiek. Een soort likable of verwarrend, aangepast op hun. En dit was een ander ballgame. Ja. Ja. En dan, je zei al, dan achteraf nog de foyer in. Ja. Want dat is natuurlijk een ding wat theaters wel vaak verwachten. Of sommige mensen uit het publiek ook die denken, we blijven nog een drankje doen. Klopt. Want dan kunnen we nog even een praatje maken of op de foto of weet ik wat. Precies, ja. Hoe, als je zo'n show hebt waarin het eerste uur gewoon echt... knokken is en dan een half uur dat je denkt, oké, nou het komt nog een beetje goed. Ja, altijd. Hoe stap je dan de foyer in, hè? Ik weet ook niet hoe dat in mijn hoofd gekomen is, maar ik vond het bij het kaartje horen dat ik nog die foyer in ging. Terwijl later weer Ronald, ging ik met Ronald een keer mee, of dat speelde ik in de kleine en hij in de grote, weet ik nog. En toen zei hij, ik ga helemaal niet naar de foyer. En dat was de eerste keer, ga jij niet naar de foyer? Hij zei, natuurlijk ga je niet naar de foyer, daar, al die mensen. Ik zei, maar hè? Je moet toch nog even een soort nazorg of er zijn? Ik dacht, je moet dat toch nog eens... Je hebt daar toch werk te doen, weet je wel? En voor hem was het helemaal de pootjes op tafel, biertje erbij. We gingen daar in Hoofddorp, was dat nog. Ging hij gewoon borrelen. En toen bleef ik zitten bij Ronald. En toen voelde het heel raar. Zo van, nee, maar ik ga daar nog wel heel even... Dus dat is in mijn kopje gekomen van begin af aan. Misschien dat ik super pleaser ben, was. Zat dat erin? Ik moet sowieso de foyer in. Ja. En dan was België moeilijk, maar ik vond Rotterdam... de eerste keer Rotterdam, nog moeilijker. Omdat zij zijn in mijn leven de meest confronterende mensen die ik ken. Daar gaan we trouwens dadelijk over. Dadelijk gaan we nog naar Rotterdam. Maar ik weet nu de eerste keer... Waar speelde je toen in Rotterdam? Ja, dat is een goeie. Volgens mij was dat of Zuidplein of in Ridderkerk. Dus de omgeving Rotterdam. Ja.
dat ik de foyer in kwam, dat weet ik ook nog. En toen er waren niet zoveel mensen bij de show. En er waren natuurlijk nog minder in de foyer. En toen kwam ik de foyer en dan wist ik ook niet zo goed of we nou een gelukkig huwelijk hadden gehad die anderhalf uur. En er zat een man en die stond zo, hier zitten er ook maar weinig, hè? En dat was een compliment. Oh. En toen wilde ik rechtsomkeer maken, terug naar de kleedkamer. Maar dat heb ik niet gedaan. Toen ben ik gaan proberen te begrijpen wat hij nou van de show vond. Of wat hij van mij vond. En toen bleek, en dat heb ik later nog verder ervaren, dat zij een andere manier hebben van het ijsbreken, zeg maar. In mijn leven, zo heb ik hen ervaren. Die beginnen met een soort kutopmerking om je te tackelen. Ja, zij als in Rotterdammers. Ja, zo heb ik ze ervaren. In ieder geval dit publiek daar. Ja. Een beetje in de hoop van tackle mij maar terug. Onbewust misschien van, dat mag, weet je. Je mag ook zeggen, nou, jij hebt ook een rotkop. Nou, dan zijn we vriendjes of zo, weet je. Zo heb ik dat ervaren. Beetje een soort gemoedelijke hekkel. Eigenlijk wel. Maar toen snapte ik, kwetsbaar na een show. Is het goed gegaan of niet? Toen was dat een hekkel na de show. Ik helemaal zonder scheenbeschermers, weet je wel. Bam, daar ging ik. Zo, je zit er ook maar weinig. Nou, oh man, het ging niet eens over de show. Het ging gewoon over of het in zijn ogen succesvol was of zo. Dus, maar dat was heel leerzaam om te begrijpen van, ja, maar niet iedereen praat zoals ik praat. Of, weet je, mensen bedoelen soms andere dingen met de woorden die ze zeggen. Ja. Ja. En wel, je hebt nu geen eigen avondvullende shows meer. Maar bij je laatste shows, ging je daar nog steeds elke keer de foyer in? Nee. Nee. Niet meer. Nee. Want dat vroeg ik me af, bijvoorbeeld bij Ronald Goedemond. Daar kan ik me voorstellen. Kijk, ik ga achteraf ook de foyer in. Mm-hmm. Maar dat is ook omdat ik nog altijd collecteer voor goede doelen waar ik voor hardloop. Goed. Oh, ja. Wat voor mij ook een fijne ijsbreker is. Want ik hoef nooit op mensen af te stappen met... Wat vond je van en wat vond je ervan? Precies. Ja, heb jij dat wel eens gevraagd? De mensen echt zo op de mannen? Volgens mij ja, denk het wel, ja. Oh, wauw. Dat... Ja, heel dom hoor. Maar ik weet niet. Maar achteraf de foyer ingaan is natuurlijk ook een hele fijne manier om gewoon even contact te maken. Een beetje klantenbinding in die zin, want je wilt dat mensen ook terugkomen. Ik kan me voorstellen bij een Ronald Goedemond is dat op een gegeven moment ben je zo groot dat dat niet hoeft. Klopt. En dat het eerder vervelend is om wel er voor je heen te gaan. Omdat er dan gewoon 80 man op je nek duikt die allemaal een foto of een ding willen. Ja, plus hij communiceert iets anders. Dus Ronald is van de grappen. Tenminste, zijn laatste shows wel. En daar hoef je het daarna ook niet meer over te hebben, zeg maar. Mijn shows, zoals ik net zei, Cola ging over het overlijden van mijn vader. Ik merkte ook aan mails die ik later kreeg, dat mensen soms hun ei nog kwijt wilden over overlijden, of over een mooi proces, of kanker, of wat dan ook. En dat vond ik oké, weet je. Dat vind ik een prettige omstandigheid. We hebben net een soort presentatie gezien en dat maakt dingen open. En er zitten ook wat waardevolle dingen in soms die mensen teruggeven. Dus dat is heel anders communiceren. Ja. Snap je, gewoon dat is klaar na anderhalf uur. Of maakt niet uit. En is hij ook echt klaar. Ja. Het hoogste wat er kan gebeuren is dat iemand een mop aan hem gaat vertellen. En dat hij die dan in zijn show zou moeten doen. Maar dat gaat natuurlijk niemand doen. Dus, maar bij mij komen mensen echt nog met van, ja, mooi. En mijn laatste show ging ook over euthanasie. En over overlijden. En nou ja, okay, diepe thema's. Ook heel veel om te lachen trouwens. Maar dat raakt wel. Ja. En, maar goed, ik ben toen niet meer gegaan. Ook omdat ik toen ging stoppen en ik toen heel vaak de vraag kreeg van waarom ga je stoppen? En dan was ik op een gegeven moment klaar mee. Ja. Ja. Want wel, je zei al, het ergste wat kan gebeuren is achteraf iemand komt die zegt, ik heb een mop. Ja. Scoort wat dat betreft Rotterdam met, zo, hier zitten er ook maar weinig. Ja. Is dat de hoogste of heb je raardere of vervelende? Ja, raardere. Ja, ik kan me herinneren nog racistische moppen. Dat mensen echt beginnen met een big smile. Een Turk en een Neger. En ik weet niet welk accent ik nu doe, hè, maar gewoon een willekeurig iemand. En dan schiet hij hem daarna helemaal kapot. En dan zie je jou aankijken van, nou, die komt er zeker in. Dat je echt doet. Dat is gewoon vet racistisch, man. Maar dat je ook weet, dat ga ik hem nu niet uitgelegd krijgen. Of stel dat ik hem uitgelegd krijg, dan is het goed. Dus ja, die situatie is echt wel meegemaakt. Ja. En ik moest er net aan denken door het thema euthanasie. Je hebt natuurlijk de term doodgaan op het podium. Ja, precies. Mocht je niet weten als luisteraar van het inhoud, gewoon nul reactie. Ja. En wel nog door moeten tot er iemand achter in de zaal met een lampje zwaait. Dat je tijd erop zit en dat je af mag. Ja.
Ik wilde zeggen de eerste of de meest pijnlijke, maar is er een die je in de carrière van 20 jaar bijstaat, dat je denkt, oeh, dat was... Want het gebeurt iedereen. Tuurlijk. Ik bedoel, het niet aan jou specifiek dat nu vraag. Nee. Maar het gebeurt iedereen. Maar er zitten er altijd wel een paar bij die gewoon harder binnenkomen. Klopt, ja. En ook dat heeft volgens mij met verwachting te maken. Dat je gewoon denkt van, hoppakee, dan ga je het hardst op je bek. Hè? Ik doe nu helemaal van, ja! En dan nul. dat is de grappigste. En dat weet ik nog, dat was bij... in de Bijlmer. Ik denk dat je het ook wel eens gespeeld hebt bij Jeffrey Spalburg. Fatou? Nee, heb ik helaas nog nooit gestaan. Nee, nou, dat is echt wel een leuke plek. Lekker veel Antillianen, Surinamers, Marokkanen. Af en toe zo'n Hollander erbij. En ik was... Ik weet ongeveer wat voor sfeer de show heeft en wat dat verschil in het publiek kan maken. Maar even om gewoon heel kort te duiden, wat is het verschil tussen een avond bijvoorbeeld hier in het Parktheater met allemaal abonnementhouders van tussen de 40 en de 2x40. Ja. Of zondagmiddag Bijlmer Theater, helemaal volgepakt met alle culturen door elkaar. Wat voor verschillende energie is dat? Ja, swingen. Het swingt daar. En dan zit ook een DJ, Jeffrey is er. Nou, van de mensen die Jeffrey niet kennen, dat is ook een swingende dude. Het zijn mensen, familie bijeenkomst, weet je wel. En alles is leuk. Ja. De mensen in de Bijlmer vinden gewoon, het feit dat je er bent, vinden ze al leuk als je al zegt, hallo mensen! En dan zeggen ze, ja! En in het Parktheater denken ze, hebben we daar 16,50 voor betaald, weet je wel? Dus nee, dat is echt een andere energie. Ja. En het was aan het opbouwen, jongen. Ik stond na de pauze voor Jan Dino. Toen was Jan Dino nog niet zo bekend. Maar ik wist al wel van, ik had hem bij Toom natuurlijk gezien. Hij kan wel rocken. Ja. Maar ik dacht, ik ga ook rocken. Ik ben ook donker, weet je wel. Misschien niet zo donker als de rest. Maar ik kom met grapjes en het nadenken. Had ook nagedacht over mijn set. Ik wilde expres wat dingen erin doen die wat gevoelig zouden kunnen liggen voor ons cultuurmensen, weet je wel. Dus zo zag ik het toen. Zo. Mensen gingen gewoon terugpraten. Meteen naar de eerste grap. Hoezo? Van een Surinaams vrouwtje op de eerste rij. Ik zei, nou ja, dit en dit en dit. Dat is niet grappig. En ze waren het met haar eens. Weet je, de hele... Daarachter zeggen, ja, die vrouw heeft wel gelijk. En toen dacht ik, ja, ga ik nou uitleggen wat ik met deze grap bedoel? Of wat ga ik nou doen? En toen ben ik doorgegaan, vol gas. Maar dat is niet goed gekomen. Mensen zo aan het einde zo van... Ja, ik heb het feestje bedorven, weet je wel. Ze zaten allemaal zo... Jeffrey. Oh, Leon. Nou, leuk, Leon. En ik kwam met een soort gedachtenkronkel. Ja, hoezo, weet je? Gewoon echt, hoezo? In mijn gezicht. Vrouwtje zat daar. Twee tantes. Een tasje nog op schoot. En het feestje was opeens verpest. Oh, wauw. Wauw. En dit was ook al aan het begin van je set? Ja, meteen. Of ja, vrij snel. Vrij snel, ja. En ik dacht dat ik zo'n goede ijsbreker had. En nee, dat was helemaal niet. Nou, doorgeploeterd. Tijdens de set nog schakelen. Er zit er nog iets wat ik kan beatboxen of zo. Kan ik nog op mijn hoofd staan, ergens een balletje hoog houden. Nou, toen maar iets gedaan. Nou, dat kwam eigenlijk niet goed. En toen kwam het ergste van mij, want ik ging naar achter. En toen kwam Jan Dino. En Jan Dino had toen... Nee, maar geen grappen. Dat was gewoon Jan Dino. Hallo! Ja. En alleen maar dat. Geen punchlines. Gewoon pam, pam. Nou, mensen waren zo blij. Hij was echt een verlosser. Wat overigens ironisch genoeg natuurlijk ook de kracht is van Jan Dino. Ja. Hij is gewoon dat Jan is hij. Dino. Ja, precies. Dat zie je aan alles en dat merk je. Helemaal. Dat is hij. Dus dat maakt het ook niet uit of je per se zet de punchline grappen hebt. Daar kwam ik toen achter. Weer een wijze les. Want ik had hem bij Toomler gezien. En bij Toomler had ik gewoon meer grappen. Weet je, ik had langer nagedacht. Dus dat zat een gedachte in of een filosofie. En bij Jan Dino minder of niet soms. Dus dat stak een beetje af. Dus ik dacht, oh god, dan krijgen ze Jan Dino. Nou, ik zal mij benieuwen. Nou, zo. Die werd als een verloren zoon binnengehaald. Dat was helemaal fantastisch. Zeker na mij. Want mij vonden ze een vervelende gast. Ja. Ja. Nou ja, voor hem kan het dan ook alleen maar goed werken. Dat ze denken, ja. Oh, nu is er iemand anders. Ja. Relaxed. Ja, heb je het wel eens vaker gehad? Ik moet zeggen, ik herken het wel eens. Ik heb ook wel eens gehad in bepaalde line-ups dat je met een collega staat die keihard gaat, maar dat je er nog achterna moet. Ja. En dat je al merkt, oeh, maar als jullie dit leuk vinden, ja, precies. Ja, dan ja. Gaan jullie mij echt helemaal... En dat is dan helemaal niet ten nadele van wat die ander nee, doet. Nee,
Maar het is wel gewoon alsof er iemand voor je... die staat hartstikke lekker gebakken eieren te bakken. En jij komt daar met je toosjes ingewikkelde kaas. Dat je denkt, oeh, als jullie gebakken eieren lekker vinden. Ja, het is echt zo. Het is ook het verhaal van de avond. Een line-up is net zoals een solo, is een verhaal. In hun hoofden, de mensen van het publiek, die maken een verhaal. Hè? Die praten ook later namelijk de eerste, de tweede, de derde. Ik vond de vierde leuker dan de tweede. Voor hun is dat één show. Terwijl wij hebben nooit iets gerepeteerd met z'n vieren, weet je wel. Nee. We doen maar gewoon ons eigen ding. En in een show of in een verhaal, als je te vroeg piekt... Als de eerste, als het knetter gaat... Nou, kijk maar naar Hollywoodfilms. Dat is ook nooit in het begin de oplossing, weet je wel. Want dan moeten we nog anderhalf uur verhaal. En dat wordt dan automatisch zo van... moeilijker of ingewikkelder. Dus dat kun je niet van tevoren plannen hoe een comedian valt. En hoe die in het verhaal van de avond zit. Dus je bent echt afhankelijk van voor en na jou. Ja. Ja. Heb jij veel bedrijfsoptredens gedaan? Ik weet niet wat veel is, maar wel... Ja. Ja, je bent natuurlijk ook vaak presentator en dagvoorzitter. Ja. Ja. Dat is iets wat je nog steeds doet, volgens mij, toch? Ja. Maar ben je er ook als comedian veel geweest? Of heb je je daar buiten gehouden? Ik heb me daar zoveel mogelijk buiten gehouden. In het begin dacht ik van, dat ga ik wel doen, want het is redelijk lucratief. Hè? Ja. Mensen in bedrijven hebben allemaal van die potjes die op moeten voor het einde van het jaar. En dan stoppen ze dat dan daarin. Maar ja, af en toe heb ik dat wel eens gedaan. Ook in periodes dat ik wilde try-outen. Dat je materiaal kan testen, weet je wel. Dan maar daar. Ging je materiaal testen op bedrijfsoptredens? Ja, tussenin. Hè? Dus ik begon dan sterk met materiaal wat altijd werkt. En ik wist zeker dat ik ging eindigen met 10 minuten op dat. Maar in het midden, ja, je moet toch ergens testen. Proberen, voelen hoe dat werkt. Ja. En hoe ging dat? Ja, niet altijd goed, ja. Ik neem aan dat je dit onderwerp aanhaalt van bedrijfsoptredens zijn bijna gedoemd om... Nou ja, het verschilt. Ze kunnen heel leuk zijn. Mm-hmm. Ik doe ze zelf... liever niet, omdat ik ze gewoon heel lastig vind. En zeker als het maatwerk moet zijn. Dus dat je echt voor zo'n bedrijf gaat schrijven. Klopt. Dan kan het heel erg vervelend zijn. Maar ik weet ook collega's die zeggen... oh, ik vind ze juist heel leuk om te doen. En die zijn er heel goed in. En die vinden het zo uit de mouw. Ja. Maar ook omdat je daar natuurlijk vaak in de omstandigheden komt... dat de omstandigheden dus helemaal niet ideaal zijn. Nee, klopt. En zeker, en daarom dacht ik er bij jou ook specifiek aan... omdat je in het begin al noemde zo'n bedrijfsoptreden... waar je dus drie keer op een avond moet voor mannen in pinguïn pakken. Precies. Die allemaal kijken en denken, nee, dit gaan we niet doen, gozer. Nee, precies. We gaan lekker netwerken. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ja, kijk, ik ben er door de jaren heen anders naar gaan kijken... in de zin van, voor mij hebben heel veel dingen te maken met een energie. Dus je stapt als comedian of als cabaretier... in een energie van de zaal en van de mensen. En de meest wenselijke situatie is dat je de energie naar jouw hand kan zetten. En dan helpt mee dat ze een kaartje kopen voor jou. Dan stemmen ze af op jouw energie. Ja. Wouter Monder is een beetje dit of een beetje dat. Dat gevoel houden we eraan over. Daar kopen we een kaartje voor. Dat is jouw energie. Bedrijven hebben al een energie. En niet alle bedrijven zijn happy companies, weet je. Er zijn veel bedrijven die gaan kut. Dan kan het bedrijfsuitje zomaar een soort pleistertje van de directie zijn geweest. Van nou, hier is het toch weer leuk. Nou, geloof mij maar dat die mensen er helemaal geen zin in hebben. Nou, dat is de energie waar jij dan als comedian instapt. Ja. Dat kun je bijna niet meer omzetten naar jouw eigen energie. Dat kost heel veel kruim. En soms is het ook zo sterk, hun energie, dat het niet kan. Dan ben je onderdeel van hun avond in plaats van andersom. En dat is niet fijn. Dan ben je, word je een beetje geslachtofferd, weet je. Dan gaan ze het via jou gaan zo'n ongenoegen botvieren of eruit halen. Ja. Heb je wel eens meegemaakt? Ik weet nog een line-up. Ik heb nog een hele leuke line-up toen ik bij Toomler. Ik heb 3,5 jaar bij Toomler gespeeld. Toen hadden we een line-up met Daniel als afsluiter, Daniel Arends. Yes. En iedereen daarvoor, ik weet al niet meer wie er voor mij waren. Volgens mij was ik de derde weer voor Daniel. Die ging kut. Want die mensen waren met elkaar aan het praten. Was in Utrecht, het theatertje afgehuurd. Dus dat was wel fijn, wel een theater. En niemand kon die zaal de baas. Niemand kon ze pakken en meenemen. Het was allemaal een beetje overleven. Soms een opmerking uit de zaal ten koste van, weet je al. Nou, moi. En toen kwam Daniel, dat weet ik nog zo goed. En die...
die kwam op en die begon op zijn Daniels. Dus gewoon, ik heb hier helemaal geen zin in en jullie zijn kut. En toen riep er een vrouw, die riep iets van achter, ja, bla bla. Ik weet al niet eens wat ze riep. Bla, bla, bla. En toen zei hij gewoon keibrot, hou je bek, dronken slet. Wow! Echt! Bam! Iedereen volle aandacht voor Daniel. Ja, hij had ze. Hij had ze in één keer. Hij prikte de ballon die het onder de oppervlakte zich duwde, weet je al. En was hij toen al Daniel Arends zo groot als dat hij nu is? Nee, toen was hij nog niet zo bekend en niet zo volle zaal als dat hij nu is, ja. Dus toen had hij al de fuck you houding. En in dat geval, want ik heb hem ook wel eens minder zien gaan, maar in dat geval was dat perfect. Ja. Hij werd een soort nieuwe aanvoerder van de kutgevoelens, zeg maar. Ja, dat kon hij dragen, dat kon hij aan. En hij had haar meteen geparkeerd en de hele zaal, de aandacht meteen. Ja, ja. Ja, tricky. Ik heb ooit waren masterclasses van Steve Martin. Die kon je online bekijken, heel tof. En die haalde daar ook wel in aan. Wees gewoon, verre van de waarheid. Weet je, dan ben je gewoon een typetje of je doet je ding. Of wees de waarheid. Totaal de waarheid. Ja. En in dit geval. Ja, ja. En het is ook vaak wat in dit soort shows al is. Ja, benoem gewoon wat zoals het is. Ja, en als inderdaad de goede inschatting is dat iedereen denkt, hou je bek, dronken slet. Zo, ja, precies. Ja. Maar ja, dat is een dubbeltje op zijn kant. Het kan natuurlijk precies. Ook dat iedereen denkt, ja, wij vinden het ook irritant. Maar het is wel het hoofd van haar. Precies. Die altijd dronken is, dat wel. Ja. Nee, je hebt gelijk. En dat denk ik, dat ik van Daniel geleerd heb. Ik vind het heel mooi wat je zegt over de waarheid zijn. Je hebt natuurlijk verschillende waarheden. Want je hebt je eigen waarheid als comedian. Die is ook weer tweeledig, want je hebt je waarheid als artiest. Je stapt toch in een rol. Ja. Of je thuiswaarheid. Nou, Daniel neigt ernaar om zijn thuiswaarheid, zeg maar, mee te nemen het podium op. Ja. Dat vind ik heel leerzaam. Dat vind ik heel spannend ook en heel eng. En dat is ook niet helemaal mijn type wat ik daar kom doen. Maar wel gaaf. Dat vind ik wel onderzoekend gaaf, weet je wel. Ja. Wat is dat nou? Dan heb je nog de waarheid van de avond. Dus wat die mensen met zich meebrengen. Dus het is niet zo makkelijk om te zeggen, wees de waarheid. Want er zijn er een paar die dan gelden. Het is heel lastig. En je moet ook de juiste kiezen en die ook op de juiste manier weten te vertalen en te vertolken. Ja. Nee, helemaal waar. Maar dat maakt het ook zo interessant. Dat maakt ons vak denk ik ook zo interessant. Dat elke avond is niet, je doet je werk. Elke avond is ook van, oké, hoe werkt dit precies? Ja. Het is altijd ontdekken. En dat maakt bedrijfsoptredens ook wel weer interessant. Omdat er zoveel te ontdekken is. Kijk, als het goed gaat, dat merkte ik op een gegeven moment ook. Nou, ik heb heel veel gespeeld. Zeker met een show die loopt, een solo. Dan weet je wel wat het is dat die loopt. Ja. Dat kennen we. Dan wordt het interessant wanneer het niet loopt. Of niet zoals verwacht loopt. En dan ga je niet dood of hebben mensen van een kutavond of zo. Maar dan gebeurt er iets anders. En dan wordt het voor jou ook interessant. Want dan stap je uit je comfortzone. Want dan moet je omgaan met dat andere. Theo heeft me dat geleerd. Theo Maassen. Veel gesprekken meegevoerd van hoe werkt dat nou allemaal? Hoe maak je het voor jezelf spannend? Nou, hij speelde 200 keer zijn show of zo. En wat hij deed was gewoon een uitdaging voor zichzelf plannen die avond. En die wist het publiek niet. Dus dat was een avond kopje koffie op tafel en die moet op voor het einde van de avond. Nou, dat moet hij dan doen. Dus hij ging dan kijken wanneer het kopje koffie opdrukken heeft hij ooit gedaan. Je moet 3 keer opdrukken in de voorstelling. Nou, dat vond ik zo eye-openend, weet je wel. Oké. Oh, het is ook je eigen avontuur natuurlijk. Ja. Oh, wat grappig. Goed, hè? Ja, vond ik heel waardevol. Heb je ook wel eens dat soort dingen ingebouwd in je show? Nee, ik heb het nooit zo bewust gedaan. Maar het heeft me wel geleerd, want ik ging dat altijd met het publiek zoeken. Dus die uitdaging ging ik zoeken in het publiek. Ik had heel veel interactie, altijd in de shows. En die ging ik altijd blanco in. Dus daar zaten mijn kopjes koffie. Dan ging ik gewoon vragen. In de laatste show zat de vraag. Kent u dat er een overledene zich nog aandient? Weet je? Dat er gewoon dat u een gevoel heeft dat u niet alleen bent of zo. Nou, dat was aan het einde van de show. Dus mensen waren al wel gewend aan vragen en aan dit soort onderwerpen. En dat was altijd verrassend wat mensen zeiden. Maar dat is ook wel een vraag waar je een antwoord op krijgt wat de show helemaal stillegt. Ja. Ja, en dat is dan het nieuwe. Is dat wel eens gebeurd? Heb je dat eens gehad? Ja, maar hij legt hem niet stil, want het is echt een oprechte vraag voor mij. Ja. Ik ben echt nieuwsgierig. Dus de flow gaat wel door. Ja.
Alleen er komen antwoorden die inderdaad ja, diepe kraters kunnen slaan ja. in de stroom. Nou ja, ik moet eraan denken. In toevallig aflevering 1 zat René van Meurs. Ja. En die vertelde dat hij aan een vrouw vroeg, droomt u nog wel eens? En die vrouw zegt, nou, ik heb vannacht gedroomd over dat mijn vriendin precies een jaar dood is. Oh ja, ja. En ja. daar ging de sfeer, jongen. Ja. De deuren nog net klapperen en de sfeer naar buiten vliegt. Maar toch, en dat vind ik een goeie. Dit sluit aan bij wat we in het begin zeiden. Van als comedian kom je ook met je eigen ervaringen. En ik vind dat juist prachtig wat die vrouw vertelt. Kijk, ik zou dood niet meteen, of dit verhaal niet meteen als onderdeel van de show verheffen. Maar je bent wel mens en jij raakt het onderwerp aan. Ja. Dus tegen René, voor René vind ik het een hele wijze les. Van vriend, dromen kan alle kanten uit. Het is niet alleen maar miljoen op de bank, weet je. Het kan ook naar kankervrij zijn of naar mijn been weer terug willen. Want die ben ik in de Tweede Wereldoorlog verloren, weet ik veel. Deal with it. Jij vraagt iets. Ja. Deal with it. Niet opeens, ja, nou verneuk je de show. Want dat hoor ik te vaak bij comedians. Ja. Dat ze dan de schuld leggen bij, ja, die vrouw, die comedy show. Jij stelt de vraag. Dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Nou, heel goed. Maar is dat niet ook iets wat je leert? Want nu, weet je, in je laatste show heb je zo'n onderwerp. Durf je zo'n vraag te stellen? Weet je daarmee om te gaan? Ja. Wist je dat toen jij in 2000 met The Explosion of the Train op pad ging? Tuurlijk niet. Nee. Nee, maar ik wist wel dat daar de magie lag. Ik wist wel dat in de echte vragen, dus niet hoe was jouw eerste keer neuken, dat doe je de eerste 5 jaar of zo, die vraag. Maar naarmate het echter wordt, dus dat het antwoorden kunnen zijn die jou ook gaan raken, that makes the magic. Ja. Voor mij maakte dat de magie. Maar dat zijn ook onvergetelijke avonden. Dat zijn ook mensen die nu nog wel eens komen van, ik was op die avond in Boksmeer en toen zei die man op de eerste rij een fietsongeluk gehad. Weet je nog? En ik weet dat dan niet altijd meer. Maar ik weet wel, kijk, weet je, ik hoef niet zelf met legendarische dingen te komen. Die kunnen ook uit de avond zelf omhoog komen. That makes the magic. Ja. Hey, ik heb nog één vraag voordat we naar het moment gaan waar je al 2 weken tegenop zit of 3 weken. Ja. Want jij geeft, ik weet niet of je het eigenlijk nog geeft, maar ook wel trainingen en workshops aan beginnende comedians. Ja. Wat zijn nou dingen die je meegeeft of zou willen meegeven aan beginners die jij gewoon hebt geleerd van 20 jaar... Ja. Vooral het vallen en opstaan. Ja. Echt dingen dat je denkt, oké, maar dit zijn valkuilen waar ik gewoon met 2 benen in gegaan. Ja. Waar jij omheen kan lopen. Ja, dat is zo moeilijk te zeggen, want dat ligt echt aan de persoon. Je hebt gewoon, net wat we net zeiden, Daniel, die heeft hele andere valkuilen dan dat ik op mijn pad heb. Dus ik kan niet zoiets in de microfoon nu zeggen van, voor alle comedians geldt. Dat zou dan zoiets moeten zijn, blijf jezelf. Ja. Want dan kom je je eigen valkuilen tegen. Maar misschien is het iets waarvan je zelf zegt, oké, wat ik dus fout heb gedaan, wat je niet moet doen. Nou, het eerste wat in me opkomt, sluit aan op wat we net zeiden. Dat is namelijk, je bent verantwoordelijk voor alles wat er gecreëerd wordt. Dus ook als jij een vraag stelt, die in een interactie, ben oprecht. Ik regisseer nu 2 dames, Spruit en Opperman. Die zijn nu met een 2e avondvullende aan het toeren. En die hadden ook een paar vragen, ook over dromen toevallig en over heimwee. En daar gingen ze in het begin heel makkelijk overheen. Dat was echt ophalen van 2 zinnen uit het publiek en dan meteen je eigen verhaal. Nou, dat heb ik zo uitgelegd. Dat voelt het publiek. Dus de 2e keer dat jij een vraag stelt, gaan ze minder antwoord geven. Want ze voelen, ja, de 1e keer ging je er ook zo mee om. Dus daar heb ik ze al laten voelen van, oké, wat doet dat met een zaal? Uiteindelijk gaat het over jouw onzekerheid. Want jij wil niet voor verrassingen komen staan met antwoorden over de dood of kanker of wat dan ook. Dus laten we eens over die vraag hebben. Is dat wel echt de vraag die je wil stellen? Ja. Nou, dus toen zijn we dat gaan herformuleren. Toen hadden we op een gegeven moment die vraag en toen zei ik, pak dat moment. Jij weet toch wel dat de show daar doorgaat. Je hebt je verhaal klaar. Maar ben serieus met die mensen. Betrek hen in de avond. Dat gaat zoveel doen. Dat maakt jou ook anders op het podium. Namelijk minder de gever en meer de deler. Dat is een les die ik aan iedereen zou willen. Die ik aan al de cursisten ook altijd geef. Van jouw rol is niet, dit is mijn ego en help mij met mijn erectie. Jouw rol is wel degelijk, ik heb een functie hier. En dat heeft te maken met die avond. Nu, in het nu zijn. Blijf in het nu. Ja. Daar nog voortbedurend. Ja. Want jij deed ook masterclasses. Misschien doe je die nog wel. Maar dat mensen ook
Verbeter me als ik het verkeerd uitleg. Die spelen in principe hun set. En ja. jij geeft terwijl ze spelen nog regie aanwijzingen. Ja. Of is het daar wel eens ook bij voorgekomen dat er iemand echt gewoon keihard kapot staat te gaan? En dat jij aan de zijkant staat en denkt... wat kan ik je nu nog... Nee, dat is nooit gebeurd. En dat heeft met format te maken. Okay. Mensen wat wisten... fijn voor die mensen, maar wat jammer voor de podcast. Hadden we nog een half uur doorgepraat. Nee. Het format is, mensen weten dat ze naar comedians gaan kijken die iets nieuws gaan proberen. Ja. En dat geeft zoveel liefde. Dat is, die mensen zitten allemaal vet te gek. Want dan kom ik... Ik laat ze nooit heel een set spelen, 5 minuten. Dan geef ik een tip. En dan weten ze en dan zien ze ook aan de comedian... Oké, dit is nieuw. Ja. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan gaat bakken. Dus ook al mocht... Dan zeg ik, nou, ik ga maar weer door. Ook al zou hij dan helemaal gaan stotteren en haspelen en wat dan ook. Het ja, publiek houdt heel veel goodwill. Alleen maar. Elk woord dat je eruit brengt is al een overwinning. Van, hij heeft nog een woord verzonnen, weet je wel. Dus dat tilt die comedians weer op, waardoor ze tot super gave dingen komen. Ook Rob Schepers hebben we het laatst gehad, of laatst, een van de laatste keren. En iedereen dacht Rob, die is zeker in Brabant, ja. Gewoon die kan het vak wel. Maar ook hij, ik stuurde hem een afslag in die nog niet kende. Ook hij ontdekte, wow, hier ligt ook nog heel veel terrein. Gaaf. Dat was super mooi. Ja. Ja. Hoi, Wouter hier. Leuk dat je Elektra luistert hier op YouTube. Vind je dit een leuke aflevering? Geef dan even een duim omhoog. Laat hieronder in de comments achter wat je ervan vindt. En vergeet niet om te abonneren. Klik ook even op die bel, dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je Elektra steunen met een eenmalige donatie of misschien zelfs een maandelijke donatie? In ruil waarvoor je ook nog eens allemaal leuke extra's krijgt? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Het is heel simpel en kan gewoon met iDeal of met bankcontact. Daar help je mij en de podcast ontzettend mee. Oké. Snel weer terug. Nou, dat was super mooi. Oké, dankjewel. Tot ziens. Succes met de podcast. Wat het ding is. Want een tijdje geleden, ik kreeg een WhatsApp bericht van Ruud Smulders. Ja. En die zei, ik stond gisteravond ergens met Leon van der Zanden. En ik vertelde over de podcast. En die had zo'n goed verhaal. Je moet Leon vragen. En terwijl ik dit zeg, probeer ik uit alle macht... Hij doet het niet meer. Oh, wat jammer. Hij start weer op. Een laptop weer aan te krijgen. En vertel even wat het verhaal is. Want we gaan zo meteen samen kijken naar een optreden... waar jij niet 100% tevreden over bent. En dan druk ik me zacht uit, denk ik. Ja, klopt. En want dat is wel... ik heb bewust hier verder heel weinig over opgezocht of gekeken. Ik heb het fragment ook nog niet gekeken. Oké. Maar jij speelt op een avond voor Willem van Hanegem, ja. de bekende voetballer. Ja. Wat voor avond was dit? Dit was de avond van zijn boekuitreiking. Er was een boek geschreven over hem. En dat werd gepresenteerd in het Oude Luxor in Rotterdam. Ja, dus dat zijn dik 800, 900 mensen. 900 mensen, ja, helemaal vol natuurlijk. Kort het verhaal. Ik ken de schrijver van het boek. En Frans heet hij. En Frans zegt... Hey, ik heb een boek geschreven over Willem van Hanegem. Dat gaan wij in een cafeetje presenteren. Wil je dat presenteren? Dan zei ik, ja, vind ik hartstikke leuk. Doe ik graag die dingen. Ik hou van voetbal. En ik hou ook van Willem van Hanegem. Ga ik doen. Toen werd bekend dat Willem de verschrikkelijke ziekte kanker had. Dus toen werd die boekpresentatie uitgesteld. Toen, een paar maanden later, was Willem kankervrij. Toen dacht de uitgever, dit is het moment van de boekpresentatie. Maar dat gaan wij niet in een café doen. Dat gaan wij in het Oude Luxor doen. En dat gaan wij live op televisie uitzenden. RTV Rijnmond erbij. Ja, tuurlijk gaan we doen. Uur live op televisie. Misschien was het al anderhalf uur. Boekpresentatie Willem van Hanegem. Prachtig boek. En we gaan hem verteren. Hij is kankervrij. Ja. Hij blijft nog leven. Hippiepora. Wie had je allemaal geregeld, Frans? Frans, nou, ik heb een presentator. Oh nee, dat gaan we niet doen. Want RTV Rijnmond gaat het worden. Dus we willen graag een presentator van RTV Rijnmond. Precies. Ja. Maar die Leon heb je al geboekt. Die kennen wij verder niet. Was het antwoord van de organisatie, hoorde ik later. Maar kan die nog meer? Het zei Frans, ja, volgens mij is het ook cabaretier. Oh, doen we wel een kwartiertje cabaret. Het is stand-up comedy. Mij gebeld, niet presenteren, welk cabaret wil je dat doen? Ikke, met mijn mezelf overschattende hoofd, zei, oh, voetbal, cabaret, Oude Luxor, dit gaan we gewoon doen. Ja. Dit gaan we gewoon doen. Kwartiertje,
Dat gaan we doen. Zo kwam ik terecht op de memorabele avond van de boekpresentatie. Van Willem van Hagen. Oké, ik zou zeggen, zet de koptelefoon op. We gaan er naar kijken. Mocht je hem tussendoor willen stoppen, dan kunnen we dat doen. Als je iets toe wil lichten. We kunnen hem ook gewoon kijken en dan gaan we het daarna nog even... Gaan we niet tegen de kijker zeggen of tegen de luisteraar zeggen wat er gaat gebeuren? Nee, dat gaan we niet doen. Ik weet überhaupt niet wat er gaat gebeuren. Ik weet dat hij jou aankondigt en dat jij gaat spelen. Oké, let's do it. En ik heb nog helemaal geen idee van hoe of wat. Voetballiefhebber, daar gaat hij over vertellen. Uw applaus voor Leon van der Zanden. En dadelijk, ik plak dit fragment ook bij de YouTube-video van deze podcast. Dus dan kan je met live meekijken met wat wij nu zien. Goedenavond, dankjewel Bart, dankjewel Willem. Prachtig om naar te luisteren, zo'n slecht weergesprek. Ik ken dat soort gesprekken niet, ik kom uit Eindhoven. Fijne avond allemaal, tot ziens, dankjewel. Nee, oh ja, ook echt Willem, oké. Nee, maar het is wel, wat ik heel mooi vind om naar te luisteren, is dat je inderdaad die liefde voor die, je hoeft niet echt heel ver weg, hoor. Ja? Opeens vertrekken ze allemaal. Nee, wat ik zo mooi vind is dat je toch die liefde voelt voor die club, erbij blijft. En dat vind ik prachtig. Ik pauzeer hem al heel even, goed. Want dit is al... Hier gaat het al mis. Pijnlijk. Er zitten drie mensen achter jou op een bank. De presentator, Willem van Hanegem en... Ik weet niet wie die meneer precies is. Nog een meneer. Ja. Oh, Michel van Egmond volgens mij. Michel van Egmond, dat denk ik, weet ik niet zeker. Schrijver van meerdere voetbalboeken. Ja. En die zit op hele grote Chesterfields achter jou. En die zijn al aan het verzitten. Ja. En dat is al ongemakkelijk. Want die zitten dus gewoon in het zicht van het publiek. En het hele publiek ziet ook hun reactie. Ja. En gaat dat meenemen. Kopiëren. Ja, nou kopiëren of in ieder geval meenemen in de beleving want van zij mij. Zijn natuurlijk in principe hoofden van de avond. We nog even voor ook de plek waar ik sta, dat weet ik nog bij de soundcheck, want we moesten natuurlijk een goede doorloop doen met camera's. Er staan nu iets van 10 camera's in deze zaal, plus 900 mensen, helemaal vol. Ik stond helemaal in het hoekje tegen een katheder aan, wat niet weg kon. En ook qua licht was er maar één spot fel op mijn bek. Dus ik kon ook weinig, er was weinig bewegingsruimte. En de rest van het podium is ook nog volledig uitgelicht. Dus de aandacht is nog steeds overal. Het publiek ziet ook iedereen en alles. Iedereen, alles. Elke gezichtsvertrekking van de andere man op het podium. En niet dat ze alleen maar naar jou kijken. Oké, we gaan... Dat is goed. Maar te luisteren. Het voelt wel een beetje als een vrouw die bij een man blijft, die er blijft slaan. Maar het is wel prachtig om naar te luisteren. Dat vind ik echt heel mooi. Ik heb zelf een echte voetbalfan mogen volgen. Ik maak af en toe documentaires. En toen heb ik een Feyenoord-fan mogen volgen. Gerrit heet hij. Gerrit Gelijnsen. Misschien kennen jullie hem. Prachtige vent, allemaal tatoeages. En echt de hele week zenuwachtig voor de wedstrijd. En ik moet een portret van hem maken. Dat heb ik hem ook een paar keer Oh, ik vind... Oh, sorry man. Wat doe je jezelf aan? Ja. Ik vind dit al... Ik zie Willem van Hanegem nu op het scherm. Die zit uitgebreid zijn nagels te bekijken. En voetballers staan niet bekend om hun voorliefde voor goede manicures. Dus dat is niet omdat hij denkt, moet ik binnenkort weer eens even langs. Ik heb altijd een, dit is, hoe is dit voor jou? Tot nu toe, de eerste lach viel me mee. En dat ik de tegenwoordigheid van geest had om die meneer te benoemen die ging verzitten. Plus de eerste grap. Ik kom uit Eindhoven en daar was het nog om gelachen. Ik was in het nu, dus dat vind ik heel tof. Maar ik sterf ook in het nu. Ja. Goed, en vragen gesteld. Aan het einde van de documentaire vroeg ik hem, Gerrit, wat is het nou dat je zo uitleeft en uitkijkt naar die wedstrijd? Dan is die wedstrijd daar en dan word je zo agressief. En dan is het aan het einde vechten en met dingen gooien. Wat is het nou precies? Toen zei hij tegen mij, en ik kan het accent absoluut niet naden, maar de boodschap was, Leon, weet je wat het is? Ik werk heel de week en dat vind ik frustrerend. Dat vind ik moeilijk. Ik wil eigenlijk iets anders doen, maar daar kom ik niet toe. En dan is die wedstrijd daar en dan gooi ik al die woede en frustratie eruit. Ik zeg, ja, maar wat nou als het heel goed gaat, als ze winnen? Nee, daarom ben ik ook fan van Feyenoord. Het is niet gelogen, het is geen grapje. Oh, ik zit te blikken ook. Oh, God. Dit is een hele leuke grap. Ja. En ook een Feyenoord-fan moet hier de humor van in kunnen zien. We hebben die avond niet eens kijken, die hoofden. Dus, maar we zien hier een publiekshot en het zijn ook echt alleen maar mannen. En ook allemaal mannen die tot dan toe heel goed kunnen identificeren met de man waar je over jij vertelt. Ja. Oh, die kijken allemaal en denken, nou, dat vinden wij niet grappig. Ja, precies, dat accent doe je goed. Nee, PSV, die gaan lekker. Ja, nou, toen wel, trouwens. Toen zal wel. Ook niet in je voordeel hebben gespeeld misschien. 100% van niet, dus ik had het ook een beetje overschat. Mezelf. Gewoon terug te zien.
Maar ik ben me bewust van dat ik, als ik hier sta, dat Willem naar me zit te kijken en denkt: wie is die gast? Ja. De eerste echte lach. Ja. Applausjes. Ja. Nou, Willem, dat was wederzijds. Ik heb je moeten googlen. En je doet leuke dingen met sport. Heel leuk om te zien. Dat is toch goede grap. Wat me vooral geraakt heeft, en dat is me echt, dat vond ik echt prachtig om te zien, is dat jij af en toe je kwetsbare kant durft te laten zien. Dat vind ik mooi. Ik heb interviews teruggezien bij Pauw onder andere, dat de Marokkaanse spelers jou zo roemden om hoe je met ze omging. Over Johan Cruijff heb ik gezien en over je gezondheid. En dat vond ik zo mooi in zo'n mannetjeswereld, weet je, de voetbalwereld. Dat je gewoon je kwetsbaar durft op te zetten. Oké, stop. Hier ging het mis. Want nu maak ik een brug naar kwetsbaarheid. Ik heb nieuw materiaal, want dit was dus mijn dikke vette overschatting. Ik dacht, ik hoef niks te schrijven. Ik pak gewoon materiaal wat al gewerkt heeft elders. Dat ga ik hier doen. Oh, ik zit helemaal te trillen terwijl ik dit dan. Is aan de ene kant overschatting, aan de andere kant nog heel logisch dat je materiaal gebruikt waarvan je weet veilig. Dit werkt. Tuurlijk. Alleen, ik had me helemaal niet voorbereid op dit publiek en op deze avond en op, weet je, op wat de sfeer van de avond zou zijn. Want ik ga nu, ga ik alvast aankondigen, want hier gaat het enorm mis. En daarom tril ik ook nog en mijn hart bonst ook enorm. Ja, ik heb zo met me te doen. Ja, nou, ik ook. Oh man, want ik ga hier dus nu naar de geboorte van mijn dochter. Totaal misplaatst op een avond over voetbal. Maar dit is echt wat ik, Willem, vind ik echt een held als het gaat over binnen die voetbalwereld. Hij durft af en toe natte oogjes te krijgen. Ja. Dus toen dacht ik, oh, natte oogjes, top. Ik heb mijn dochter is geboren, toen was ik 3 weken van de WAP. Daar ga ik lekker eens vertellen voor 900 Feyenoord fans. Nou, daar ga ik. Echt heel erg mooi. En ik denk ook zeker dat het ook van deze tijd is. Dat voetbal niet meer echt maar dat hele harde hoeft te zijn, maar dat het gewoon kwetsbaarder mag. Als je ziet wat er dit weekend gebeurd is over die spits van VVV, dat op al die velden geklapt wordt, daar is ruimte voor. Dat is ruimte voor die kant. Ik ben helemaal geen comedian meer, hè? Bij de dood van Johan Cruijff was het zo. Dat zijn mooie dingen. En ik heb ook het idee dat het van de nieuwe tijd is. En ik denk dat de nieuwe generatie ook niet meer terug kan. Maar je hoort mij nu al. Mannetjesding, ik zet mezelf even. Ja. Nu ben ik echt aan het overleven al. Ik hoor het aan mijn stem. Zie je mijn vinger trouwens? Deze vinger? Ja, dit is zo pijnlijk. Want ik weet nu hoe ik me hier voelde. Dit is echt zwemmen met beton aan je benen. Want ik zit die brug maar te maken. Dus ik ga er allemaal dingen bij halen uit van de actualiteit. Dat heb ik geleerd. Dat vertelde ik net ook. Wij zien het nu. Ja. Maar elke actualiteit verzwaart mijn beton. Ja. Want ze zitten niet op Johan Cruijff te wachten. Ze zitten helemaal niet te wachten op die VVV-spelers. Ze zitten niet op mij te wachten. Totaal niet op mij. En ik zit met mezelf maar ontzettend belangrijk te maken. Met jongens, ik heb opgelet. Ik heb het nieuws gezien. En ik verzuip hier. Mijn stem slaat 5 keer over. Ik zit te zoeken naar mijn woorden. Als ik in de flow zit, is dat nooit het geval. Nou, dus, het idee dat je ook wat sneller begint. Ja, praten, wat hoger is. Precies. En nou, nu ga ik verdrinken. Sorry, ik lach niet. Kijk, wat jij net zei, Willem. Dan mag je geen fouten meer maken. Dan mag je niet meer het misdoen. En ik heb er heel veel te lang geen krap meer terug. Dat is eigenlijk onlangs gebeurd. Dat ik een kant in ben geschoten, die kwetsbare kant. En ik kan niet meer terug. En bij mij is het heel snel gegaan. Binnen een minuut was het zover. Het gebeurde in de verloskamer. Ik stond recht tegenover de verloskundige. Wat ik overigens een fantastische naam vind, verloskundige. Ik vroeg het ook aan haar, van wanneer komt Jezus terug? Maar dat wist ze dan niet. Ze kende alleen Johan Cruijff. En zij reikte mij. Ja, hoor je die stilte? Ja. En ik zie nu, dit is de eerste keer dat ik het terugzie. En ik zie nu dat ik nog, ik was er nog wel. Want het feit dat ik, die had ik niet voorbereid, Johan benoemen als verlosser. Dit is een grap die altijd werkt, hè? Want de verloskundige, dan, wanneer komt Jezus terug? Nou, dat wist ze dan niet. Nou, die valt hier niet, prima, want het was dan natuurlijk mis. Maar dat ik de tegenwoordigheid van geest heb om daar Johan nog in te frommelen, dan zie ik, de geest van Leon is er nog. Ja. Wat? Op hoeveel minuten zitten we in die 2 minuten? Nog 2:24, maar er zit misschien wat extra bij aan het einde, want ik heb hem geknipt zonder al te... Dankjewel, ja. Dus misschien is 2:22. Over de benen van mijn vriendin, mijn dochtertje, mijn eerstgeboren kindje. En ik keek naar het gezichtje waar ik 9 maanden lang over gefantaseerd had hoe dat eruit zou zien. En het kwam op mij af en ik weet nog dat ik dacht, Leon, het is nu heel belangrijk dat ik haar goed aanpak. Niet te hard. Ja, want voor je het weet ben je de eerste vader die zijn kindje direct na de geboorte... Niet
Nee, sorry, die is kapot. Die wil ik niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja, hier is het. Ja. Oh, maar ook even. Ik weet hoe dit kan werken. Jij weet dat je deze zinnen gaat moeten zeggen, want die zitten daarin. Je kan niet zeggen, ik stop. Nee. Weet je op dit moment nog dat je dacht, oh, ik ga nu deze grap maken. De grap hiervoor viel ook al niet. En ik ga zo meteen uitbeelden hoe ik een pasgeboren kind fijn kapot knijp. Nee, maar ik besef het tijdens. Dus, want deze grap werkte ook altijd. Ja. Nogmaals, dit komt uit supergewoon. Dat had ik toen, denk ik, 100 keer gespeeld. Ruim 100 keer. Nou, dit is gepokt en gemazeld materiaal, zeg maar. Voor mensen die voor Leon van der Zanden kijken. Precies, precies. En niet Feyenoord supporters die willen dat ik de tering krijg. Live. Oh, maar dat kan ook niet te zacht. Je kan ook niet zeggen, nou, geef me hier. Jammer zeg, dat kan niet. Dat moet goed en je hebt maar één kans. En ik begon daar als toffe jongen, stoer. Mijn dochter kwam er naar me toe. Hier, oh. En ik ging er naartoe en ik begon dus als toffe jongen. En ik eindigde met mijn dochter in mijn handen als gevoelige man. Met tranen over mijn wangen. En ik legde mijn kindje neer bij mijn vriendin. En wat ik er nog uit kon krijgen was, liefje, Dit is onze dochter. Het publiek hoor je nu al. En vanaf dat moment heb ik 4 weken lang zo gepraat. Niemand vond dit meer leuk. Dat was niet zo prettig, want er kwam al een bezoek langs. En die ging allemaal vragen stellen. En Leon, hoe was de geboorte gegaan, de bevalling? Ik zeg, het was fantastisch. Het was echt geweldig. Ik moest gewoon boodschappen doen in die tijd. Ik hoor het, boodschappen. Ik kon niks onthouden. Ik moest boodschappen, beschuit en muisjes doen, weet je wel. Ik kom daar in die winkel. En het was allemaal gevoelig. Het was Elton John op de radio. Met dat liedje The Circle of Life. Nou, ik kon niks meer. Oh. En dat hele gevoel, weet je wel, dat had ik de hele tijd. En ja, doe maar. Dat mag zijn, doe maar helemaal. Dat bedoel ik te zeggen. Ik had nog wel een dingetje met de naam, dat was wel grappig. Als je kijkt naar de nieuwe generatie, die krijgen allemaal nieuwe namen. Willem. En wij waren bezig met een naam. En ik hoor dat jullie zelf ook namen hebben als idee. En als afsluiting wil ik even zeggen, jongens, ik vind het een eer om hier te zijn. Dankjewel. Lees het boek, ik mag het niet aanprijzen, maar lees het boek. Het is een prachtig boek en het komt niet alleen door de mooie dingen van Willem, maar ook door Frans van der Nieuwhof. Dankjewel, tot ziens. Kijk ze. Oh, de blikken aan het einde. Het valt me mee. Ja, het valt me. Ik heb dit in mijn herinnering. Als een soort gladiatoren. Dit is wat ik doe blijkbaar ter overleving. Maar dat is natuurlijk ook dat het in je hoofd wordt het vaak veel groter en nog veel erger dan dat het was. Want als ik dit kijk, denk ik, het is pijnlijk. Ja. Want ik zie hoe Willem van Hanegem zit te kijken en ik denk, zit. Ja. Ik heb net kanker overleefd. Dan geef je me dit. Ja, heb ik nog niet genoeg gehad. Ja. Maar het is vooral. Sorry. Heel goed. Maar het is. Wat er vooral misgaat, is dat ik denk, jij staat daar over je dochter te praten, terwijl iedereen denkt, we zijn niet toch van Willem van Hanegem. Waarom gaat het niet over voetbal? Ja. Of waarom gaat het niet over Willem van Hanegem? En het is meer, jij komt gewoon met lekkere rookworsten op een week van de vegetarische vereniging. Dat je denkt, niks mis met die rookworsten. Nee. Maar dit is gewoon niet. Maar dat had ik van tevoren natuurlijk beter moeten doen. Ik had moeten weten dat het een vegetarische vereniging was. Ja. Snap je? En dat heb ik gewoon niet goed gedaan. En ik had ook niks anders. Dus ik had alleen maar rookworst. Ja. En ik een goede kok heeft rookworst. Oké, werkt niet. Dan hebben we ook nog quiche. Met prei. Ja. Had ik niet. Ik had geen prijs met kies met prei. Ik had helemaal niks anders. Want hoe als je wat hier, nou, je hebt dit gedaan, dan ga je af. Ja. En dan kom je daarachter in het Luxor. Ja. Weet je wat grappig is? Kijk, hebben we nog tijd of niet? Ja. Oké, toch. Die trui die ik daar aan had, die had ik vanmorgen aan. Het is echt heel. Dit is ongelooflijk hoe de natuur, wat ik zeg, hoe het leven werkt. Ik had die vanmorgen aan bij het wegbrengen van de kinderen. We hebben gisteren een film gekeken met de kinderen. Was een hele emotionele film, heel mooi. In de auto terug, zonder kindjes, zette ik die muziek weer aan. En ik werd geraakt en ik moest een beetje huilen. En die trui wordt nat. Dus ik kom thuis. Ik denk, ik ga niet in een natte trui, een beetje vlekjes. Ga ik niet naar Wouter. Dus ik doe die trui uit en doe een andere trui aan. Ja. Ik zit hier en ik kom op.
met die jangtrui. Dat is toch ook... Want die heb ik echt al, ik denk al een jaar niet meer aangehad. Die groene trui. Die trek ik gewoon niet aan. Dat is een, ja, ik weet niet. Nou, dus dat vind ik al één ding. Nou ja, in de coulissen. De hartslag die ik nu heb, had ik daar ook. Oh, weet je wel, van kut. En wat ik goed vind, wat ik hier zie, is dat ik de tegenwoordigheid van geest tot het einde heb bewaard. Want ik wist, oké, die namen kan ik niet meer doen. Ik moet stoppen nu. Ja. Ik heb ook comedians gezien die dan toch doorgaan. Ja. Maar ik wist hier nu nokken, anders worden de dingen gegooid. Dus dat vind ik tof. En dat ik nog Frans van der Nieuwenhof noem, weet je, en nog Willem bedank. Nou, chapeau. Is dat iets wat je aan het einde bewust deed? Dat je dacht, ik draai het naar die schrijver en naar Willem om het positief... Ik deed niks meer bewust daar. Nee, serieus. Ik was zo... Dat is het ook. Hè. Wat ik doe, als ik het gevoel niet aan kan, dan ga ik naar mijn hoofd. Dan stijg ik in energie naar mijn hoofd. En dan zie je mij ook zo... Zit ik hier. Ja. Maar dan voel ik echt niks meer waardoor ik dingen bewust doe. Hè. Als ik dingen vanuit mijn gevoel bewust... Kies. Ik kon niet meer kiezen, laat ik het zo zeggen. Ik flapte het eruit om een goed einde te bouwen. In de coulissen, ik ben rechts afgelopen, voor de kijker rechts. Hier. Alle organisatie stond links. En de nieuwe spreker, Nico Dijkshoorn, kwam naar mij. Die stonden allemaal links. En ik wist, ik blijf even rechts. Ja. Ik heb daar gaan trillen, dat weet ik nog heel goed. Het trilde heel erg. Diep ademhalen. En ik dacht alleen maar, ik ga daar terug. Dat is het enige wat ik dacht. Want waarom ging ik terug? Niet uit van hallo, daar ben ik weer. Maar we hadden afgesproken bij de doorloop. Dit is een televisieuitzending. En we eindigen met alle artiesten en sprekers en een bandje ook. Naast Willem met een bos bloemen. En dan zingen we nog langs als leven of iets. En dan eindigen we als totaalshot met z'n allen. Hadden we ook geoefend waar we stonden, bla bla. Dus ik dacht alleen maar, oké, get it together, dude. Weet je bent niet klaar. Jij moet daar nog even aan de bak, want je gaat terug. Dat was nul twijfel in mezelf dat ik niet meer terug zou gaan, dat ik zou vluchten of wat dan. Ik wist, ik ga terug. En ik moet mezelf in de komende tijd zo opkalefateren dat ik terug kan. Maar hoe heb je dat gedaan? Ik ben gaan lopen, dus ik heb daar denk ik 5 of 10 minuten gezeten. Tijd wordt dan ook trouwens heel relatief, net als bij een ongeluk. En toen liep ik achter het podium langs, dat weet ik nog heel goed. En toen zag ik de rest staan, de organisatie. Meisjes die dan zeggen, je moet op en zo. Nou, iedereen had natuurlijk... Sorry, ik krijg een boertje. Iedereen had de crash gehoord en gezien. Dus ze deden net alsof ik een soort schimmelinfectie had. Niemand keek mij aan. Het is echt hoor. Dus ik kwam daar aan. Ik zei, hey jongens. Nou, iedereen keek weg. Was opeens bezig met dingen op de vloer. Schoenen zaten niet goed. Nou, één meisje die een beetje net binnenkwam. Misschien had ze tenminste zei, wil je nog iets drinken? Dus die wees mij de weg. Een soort exit ruimte. Zeker weg. Daar gebeurde hetzelfde. Want het was allemaal uitgezonden op televisieschermen in de artiestenfoyer. Ja, ook ik nog. Kom daar binnen, jongen. Schurft. Echt. Dit is hoe mensen, als je de pest had vroeger, hoe je gemeden werd. Ja. Echt hoor. Dit heeft ook iets triest. Dit is ook wat er gebeurt als je met een line-up met meerdere comedians ergens op pad bent en je gaat echt heel erg kapot. Ja. Mensen ook, mijden je. Als niemand iets tegen je zegt, dan weet je, oeh, dit was heel pijnlijk. Precies. En ik mag nu talentvolle voetballers begeleiden. Bij ADO doen we dat. We gaan het bij PSV ook doen. Dat is een van de ergste dingen. Iedereen maakt in een wedstrijd fouten. Het ergste wat een team dan kan doen, is die jongen gaan negeren. Je ziet het heel mooi in de finale de 2 jaar geleden, toen Liverpool tegen Real Madrid speelde. Die keeper Karius, ik weet niet of je... Nou, in ieder geval, ik weet niks van voetbal. Maar nee, de keeper maakte een enorme... Ik ben blij dat ik Willem van Aardige weer ken. Ja, precies. Spits was die. Nee. De keeper maakte een enorme blunder. Echt fout van zijn leven. En je ziet dan op beeld dat alle spelers zich van hem afwenden. Daarna maakt hij nog een blunder. En dat heeft te maken met dat eigenlijk zou je, en dat heb ik nu ook geleerd, je moet eigenlijk daar naartoe en zeggen van, dude, I'm here, weet je wel. Ja. Ik weet nu, je gaat sowieso niet met mij praten, want je zit nog in iets anders. Maar je bent niet alleen. Ja. Dat heb ik gevoeld in het oude Luxor. Ik liep daar echt alleen. En toen kwam ik erachter, en dat was helemaal triest, dat degene die het organiseerde, was volgens mij de dochter van Johan Derksen, die organiseerde dit, Marieke, die dacht dat ik de Brabo-neger was. Dus die had mij ook nog eens een keer met een verkeerde verwachting zo over, oh, laat die jongen maar, want die is de Brabo-neger, dat vinden ze allemaal leuk. Dus zij had ook een energie daar neergezet van, nou, hier staat hij dan. Ja. Die helemaal niet klopte. Dit was een volledige mismatch. Nee, ja, jij en Steven Brunswijk, de Brabo-neger, doen ook hele andere dingen. Hele andere dingen. Ja, hij blijft wel leven.
Ja, nou ja, de vraag is, had hij het hier ook over? Wat zou je anders hebben gedaan? Stel ze zeggen, joh, Leon, we vergeten, we doen het nog een keertje over. Ja, niet. Nee, zou, helemaal niet? Nee, dit moet je niet doen. Welke comedian had dit goed gedaan? Ja, Feyenoord comedian misschien. Patrick Larrey. Ja, ook aan Rotterdammer denken. Sowieso. Die had het gedaan. Die had het zeker goed gedaan, ja. Denk ik. Maar ja, zelfs of de Daniel Arends bravoer, iemand die echt gewoon opkomt in een Ajax shirt. Ja, maar en, dan is het nog... Maar dan moet je ook heel... Precies, want wij zagen ze nu niet. Maar bovenin het theater zaten mensen met Feyenoord shirts aan. Die zie je nu niet op een beeld met sjaaltjes. En dan zat echt daar, ja, niet de harde kern, maar wel gasten die dat de hele tijd willen uitdragen. Die hadden dat niet gepikt. Nee. Zelfs Daniel Arends, als ze hadden gehoord, hey, die komt uit Amsterdam. Fuck him, weet je wel. Ja. Eindhoven was dan nog een beetje te doen. 4 minuten. Daarna was het ook klaar. Maar, oh ja, dit wilde ik nog vertellen. Ik werd een running gag die avond. Dat heeft me ergens gered. Nico Dijkshoorn begon met, volgens mij is die Leon net van het zuurstof af. Reactie van het publiek. Ja. Daarna van mijn spreker benoemde mij ook. De presentator heeft me volgens mij nog benoemd. Dus ik werd een soort ongoing patient op de achtergrond. En dat heeft mij gered. Dat maakt het voor mij toen niet makkelijker. Want ik dacht alleen maar, godverdomme, ik word hier een pispaal. Ja. Slim ook van de Nico Dijkshoorn. Tuurlijk. Want die zegt daarbij ook, hey, ik heb ook gevoeld wat hier aan de hand is. Juist, moet je en doen. Die zit daarmee direct in het nu en zegt, ik heb het gevoeld en ik sta aan jullie kant. Want ik voelde wat jullie voelden. Dus hij staat al 3-0 voor. Ja, waar precies. Jij met, ik kom uit Eindhoven, jezelf al op achterstand zit. Ja. Je hebt erbij later nog, laten we ook even het eind van de show kijken. Ja, want dat was miraculeus, vind ik. Dat is het moment dat ik dus terugkom het podium op nadat ik word aangekondigd. Ik moet even kijken, want ik heb dit ook weer een beetje ruw geknipt. Ik hoop dat Frans en Theo die zijn er al als zij op het podium kunnen komen. Ja. Leon. Leon van der Zanden. Afkondiging van de show. Kijk. Oh. En als het goed is, is er voor dit gezelschap dan nu de nodige bloemen. Die komen eraan, kijk, zou je ze net hebben. Ik ga nog zitten ook, zie je. Geef allemaal nog een applaus. Theo van Es, Leo van der Zanden, Frans van der Nieuwhof, Michel van Egmond, Nico Dijkshoorn en van het Algemeen Dagblad, Mikos Gauka. Nee joh, laat maar gaan. Oh, je staat ook pijn daar Willem, weg te bijten. Als je nog één stap op, naar voren wil zetten, want we gaan het afsluiten. Oh, dan was ik blij om. Kijk, dat dit is mooi. Kom Marion. Zit erop. Je boek is officieel gepresenteerd. Dus we gaan het afsluiten. Dat doe ik graag met in gedachten een tweet van je dochter. Oh, Wouter. Hoe was het om dit terug te zien? Want je zag er heel erg tegenop. Ja, ik zag er heel erg tegenop. Het is goed. Ja, zet het maar dicht. Dit is heel goed. Ik heb besloten, want ik heb het nooit meer teruggezien. Dit is 1,5 jaar geleden of zo? Of ja, ik weet het niet. Ik zag het uit 2019. Dus, Oh ja, ja. Oh ja, 2019. Ik heb het dus nooit meer teruggezien. En ik heb ook een paar mensen die mij een beetje volgen en begeleiden. En die zeiden ook van, met één iemand heb ik het erover gehad. Die zei, dit hoef je ook niet te zien. Weet je waarom jezelf kwellen? Klaar, mooi. Je hebt de lessen eruit getrokken. Want dat is het mooie eraan. Ik kom dus terug en het publiek applaudisseert. Ja. Deels een beetje, er is het pispaaltje weer, maar deels ook uit respect. Er zit in dit applaus zit voor mij ook, oké, het was niet goed, maar je hebt wel je best gedaan en we voelen met je mee. En dat zo zijn supporters dus ook, snap je? Zeker Feyenoord supporters, die zijn recht voor hun raap. Daar hou ik van. PSV trouwens ook, maar deze jongens, ja, die waren, want ik heb daarna ook tweets gehad en berichten gehad. Niet te veel, gelukkig, want ik wilde dat dit helemaal doodgezegd zou worden. Met respect dat je terugkwam. Ja. Weet je, dat. En tof, ik vond het helemaal kut, maar je stond er wel. Ja. Al die dingetjes. Om het verhaal een beetje rond te maken voordat ik begin over mijn gevoel, is het Willem ben ik later nog tegengekomen. Ik ging bij PSV aan de slag als veldspeaker. En toen stond ik in de catacombe bij de Johan Cruijffschaal in Eindhoven, PSV tegen Feyenoord. En Willem van Hanegem was daar als Feyenoord-corrivee. Ik zie hem in de catacombe en hij herkent me meteen. En hij zegt, hey Leo! Ik zeg, hey Willem, sorry nog voor die aandacht. Hij zegt, nee joh, ze hebben de hele avond over jou gehad. Ik zeg, maar dat bedoel ik, het moest over jou gaan. Hij zegt, nee joh, het was geweldig dat je weer terugkwam. Dus hij vond dat ook het moment. Ja. Hij vond dat, en als een soort opa,
omhelsde die mij. Oh, wat goed. Dat is echt zo mooi. Dat was zo'n heling. Had ik nooit aan kunnen zien komen, want dit was echt wel een dingetje. Ik heb daar nog echt tranen om gelaten. Ja, nou goed, het moest ook. Er moest ook een hoop pijn uit. En daarom dat ik dacht, ik ga het niet meer terugkijken. Want het kan alleen maar erger worden, weet je wel. Een wond openrijten. Nu zie ik, fijn dat ik het terug heb gekeken, want nu kan ik het nog meer achter me laten. Top man, dankjewel. Oh. Dat was hem, de Elektra podcast. Wil je meer weten over mijn gast van vandaag? Kijk dan hieronder in de show notes. Geef een duim omhoog als je het een leuke aflevering vond. Laat een bericht achter en vergeet niet te abonneren. Als je de podcast wil steunen of als je meer wil weten over mij, Wouter Monde, en wanneer je mij ergens kan zien spelen, kijk dan even op elektrapodcast.nl. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!